Hendrik de Klerk schildert eigenlijk keer op keer kleine mysterietjes. En als je de tentoonstelling bezoekt, dan krijg je de sleutels in handen om iedere keer de code te kraken. En op die manier verschijnt er een wereld, een vergeten wereld, een verdwenen wereld, die opnieuw opflakkert en zo springlevend wordt.